Oké mensen, iedereen hartelijk welkom hier bij de opening van de Elburger. Vandaag wordt de eerste in eigen beheer gerestaureerde botten officieel te water gelaten. Dat ook daar veel energie, doorzettingsvermogen, mankracht en financiën mee gemoed zijn geweest, zal u niet verbazen. Meneer Essen, gemaakt door zeezeiler en kunstenaar Jan Wit van Noordeinde, Essen van de EB29 en misschien nog toekomstig project op de EB50. Elburg barst zowat uit zijn voeten van het verleden. Veel projecten zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd door gepassioneerde vrijwilligers. Een grote groeiende oudheidkundige vereniging, een orgelmuseum, een Joods museum, een in werking zijnde smederij, een kruidentuin, een voormalige visafslag staat aan de overkant, was een varkensschuur, heeft jaren als een varkensschuur in Oosterwolde bediend, is weer teruggerestaureerd en staat aan de overkant. Korenmolen De Tijd in het Oosterdorp, het is een eindje weg, maar ik heb er elke dag zicht op. Nog iets verder weg, het Archeliemuseum in het Harte, schitterend museum, opgerund door vrijwilligers. Een eeuwenoude tandslagerij, bekend om zijn kwaliteit. En last but not least, onze eigen bottenwerf. Uniek in Nederland, draaiend gehouden door een stel gelouterde vrijwilligers. Oké, laten we gaan. Eerste project, Leerslo Bottenstichting Elburg. De oude stedenhelling is in gebruik en er komt beweging. En we hopen dat hij nu langzaam naar beneden draait.